En tussen die tijd en net aan mijn werk even weer een nieuwe gehaald. Ik had trouwens ook vanmiddag even lekker broodjes gehaald en die heb ik hier nu gemaakt. Het is zo'n lekker temperatuurtje, niet warm, niet koud. Gewoon precies perfect. Zo even maar buiten is relaxen, maar... Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Tata Post, zoals iedereen weet. Wat ik nu ga doen is klaarmaken om lekker mijn haar te kammen. Om lekker daar koffie te zetten. En waar mijn haar te kammen, dan ziet mijn haar wel een beetje verzorgd eruit dadelijk. Zo. Hoppakee. Oh, dat is even lekker altijd kammen, vind ik zelf. Kan je? Move. Dat is een buffje ook hoor. En deugen iemand ook. Die gewoon dingen doet dat hij zelf wil. Zo. Dan blijf hem ook tot hij eten krijgt. Hoppakee. Zo. Want ik ga hem zo even in een staart doen namelijk. Dus dat ook nog. En dan nu maar koffie zetten. Koffie pakken. Dan kan jij eten geven. Dus laten we dat even doen. In ieder geval even lekker kopje. Dat is 1. Zo. Dan kan jij, ja, jij. Dat is broodjes, hè jongen. Ja. Zo. Ook weer gebeurd. Ja. Dus, lekker bak koffie, bak een pleur voor goede humeur, voor geen gezeur. En dan lekker wakker worden. Dat is wel het gelukkigste wat er is. Geslapen te hebben en wakker worden. Morgen vroeg op. Maar ik toch totaal eigenlijk een beetje, wat ik eigenlijk al een beetje tegenop kijk, maar ja, want morgen vroeg op. Maar ja, het is niet anders. En nu maar lekker rolgordijnen open. Tussentijd ga ik lekker bij mijn haar doen. Zo. Zo, mijn haar weer in de knot. Nu lekker bak koffie. Het is heerlijk om mee wakker te worden. Een bak pleur. Wat wil je muur? Oh nee, zo had geen slaapdienst. Ik dacht dat een van de begeleider die je kent slaapdienst had, maar het is niet zo. Zo, maar in ieder geval, lekker bak koffie. Bakken pleur voor goede humeur. Voor geen gezeur. En dan lekker editen. En laatste dag werken. En dan weekend. Dus dat is ook wel even lekker. Weekend te houden. En ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Maar ja. In ieder geval. Niet meer lekker. Even. Maar bakken pleur drinken. Dus laten we dat even lekker doen. En dan ben ik thuis gekomen en heb ik wat lekkers gehaald. Omdat Ganja gisteren natuurlijk die tonijnsalade zat tevreden te hebben. Die heb ik gelijk weggegooid trouwens. En tussen die tijd en net aan mijn werk even weer een nieuwe gehaald. Maar tussen die tijd ga ik even een lekker deurtje openzetten. Omdat hier even lekker kan frisse lucht binnen kan komen. Dat is ook wel even lekker namelijk. En al ben ik net thuis, echt letterlijk net. Ga ik weer achter de computer duiken om een beetje bij te komen van het werken. Ik dacht, wat hoor ik nou? Maar dat was iets spijtig zo te horen. Maar ik ga wat ik ook al wil zeggen is even lekker relaxen achter de computer.
Want ik was nog vlog bezig af te maken. Die heb ik niet afgekregen. Want ik moet naar mijn werk. Want dat is belangrijker dan editen, vind ik zelf. En nu maar even lekker edit afmaken. En YouTube kijken. Ik had trouwens ook vanmiddag even lekker broodjes gehaald. En die heb ik hier nu gemaakt. En dat is nu enige set. Ik heb nog 2 broodjes. En deze heb ik nog nooit op. Maar ik dacht, weet je, een keer even bruin brood. En ik wou het eens een keer proberen. Om te kijken wat ik ervan vind. En ja, het ziet er lekker uit. Maar de vraag is ook of ik dat lekker ga vinden. Maar we gaan dadelijk proeven. Dus maar voor de tijd ga ik even nog een relaxen achter de computer, YouTube kijken. Met eten erbij. Zometeen nog lekker een bak koffie nog even zetten. En dan wachten tot er een vlog online komt van iemand die nog niet online is gekomen. Ik ga toevallig even kijken of die online is gekomen. Zo te zien niet. Nou, maar dan ga ik daarop wachten. Zet ik andere YouTube aan en dan ga ik wachten tot die online komt. Meestal krijg ik de meldingen van. Dan kan je ook aangeven, als jij dan nog niet bij mij hebt gedaan, zou ik dit super tof vinden. Kan je elke dag weten wanneer een vlog van mij online komt. Dus druk op het belletje, dan kan je elke keer melding krijgen of een vlog online komt. Maar ja, bij mij is het standaard elke dag om 1 uur. Want bij mij gaat het dan meestal van de 10 keer goed. Dus nu even lekker dan verder even YouTube kijken en eten erbij. Zet ik het stoel even verder op, want ik moet nog even een koffie zetten. Dat ga ik ook even doen. Ja, en dan maar een koffie zetten, want dan wil ik ook even lekker hebben. Tussentijd een lekker deurtje open. Heerlijk is het, om het van te genieten. Het is zo'n lekker temperatuurtje, niet warm, niet koud. Gewoon precies perfect. Tussentijd ga ik lekker koffie zetten en lekker genieten van buiten, van het temperatuurtje, wat lekker wind hier binnenkomt en gelukkig is het veel koeler geworden dan eigenlijk 4 dagen terug zelfs. Ja, maar ja, nu maar even weer in ieder geval lekker laten lucht hier buiten en nu ook maar lekker een bakje koffie, een bakje pleur voor goede meer. Voor geen gezeur en over een kwartiertje is alweer 12:30. Tijd gaat hard, joh. Ja, lekker bak koffie, dan lekker eten en dan lekker YouTube kijken erbij. Laten we dat in ieder geval even lekker doen. Maar eerst even mijn koffie. Zo, even maar buiten is relaxen. Maar wat ik nu ga doen is eigenlijk eten maken voor dadelijk. En dat is een thai, want het is een andijvie en lasagne. Maar ik denk dat ik lekker snel lasagne neem. Even ook tussentijd even boodschappen gedaan. Even met de Vera. Even lekker gekletst en alles en nog wat. Lekker broodje op. Het was zo'n lekker broodje. Maar niet helemaal dol op. Maar ik vind dat ik eigenlijk aan moet wennen. Maar ik vond het ook niet vies. Zo. Maar ja. Die even hier neerleggen. Deze maar even open maken om even lekker te eten voor dadelijk. En dan morgen gaat er zo'n leuke dag komen. En ik hoop dat jullie die dag ook leuk gaan vinden. Morgen, vanmorgen. Maar deze weekend heb ik een drukke weekend. En dat is naar Feyenoord. Morgen naar YouTube Gathering. Ik heb er zoveel zin in. En ik hoop dat jullie zin hebben om naar te kijken. Maar ik heb in ieder geval de zin om daarheen te gaan. En 30 minuten in een magnetron. Ik doe wel 5 minuten langer. En dan klaarmaken om lekker te eten. Dat ga ik in ieder geval ook even lekker doen om eten te maken. Half uur moet in de oven. Want dan is het ongeveer over een half uurtje klaar te eten. Ik ga in ieder geval daarvan smullen. Het is tijd lekker YouTube kijken. Super lekker dag gehad vandaag. Om even naar buiten te gaan. Snel boodschappen. Er was niet zo veel. Ik was even met Vera even iets dingen privé aan het spreken. Want niet wat op YouTube kan. Maar wat ik heb juist gedaan. Heb is even lekker door de marktje gelopen in ieder geval. En wat ik ook heb gedaan is stroopwafeltje gehaald. En boodschappen van deze weekend.
van vandaag en morgen. Alleen ik zit eigenlijk... Nee, van overmorgen. Vandaag en overmorgen. Want morgen ben ik niet thuis. Ga ik eten, maar ergens anders. Dan weten jullie dat ook. Even weer lekker liter water. Kindo twee keer achter elkaar trouwens liter water op. Echt kapot veel, vind ik het. Maar in ieder geval, nu even lekker editen. Dat ga ik nu even lekker doen ook. Klein beetje. En dan video in ieder geval in plannen voor morgen. Overmorgen eigenlijk. En nu maar even lekker relaxen. En toen hoorde ik mijn piepje afgaan van mijn oven. Maar... zo irritant wil ik mijn bureau... Heb ik mijn telefoon hier. Maar dan wil ik deze zo wegschuiven. Dan gaat hij zo vallen. Ja, dat is. Maar ik ga hem nou zo doen. Deze. Oh, dat zal ik het niet hebben. Deze toetsenbord nou zo. Want kan hier die plank liggen. En kan ik op die manier gaan eten dadelijk. En dan lekker lasagne. En die is toevallig echt net klaar. Ik pak deze wand er wel. Want die is net klaar. En nu ga ik die maar eten. En over echt 5 minuten. Letterlijk 5 minuten. Is... Oh, trouwens, ik heb de wand helemaal niet nodig. Is het al 6 uur. Maar ja, in ieder geval uit de oven halen. Dan heb ik 's middags ook lekker als het te eten. Oh, ik vergeet dat smaak ook niet, hoor. Was niet echt vies, maar... Zo. Hoppakee. Nu maar die even snijden. Maar dat doe ik al bij mijn computer. Alleen het bestek maar pakken. En dan ga ik lekker van deze eten genieten. Lasagne. Want ik dacht, ik ga wel even snel eten. Want ik kan nog even lekker relaxen. YouTube kijken. Maar wat ik nu ben aan het kijken is Enzo. Kijk die elke dag namelijk. Maar in ieder geval eerst even deze lasagne in stukjes snijden. Want dan kan ik die lekker gaan eten. Want dan moet het ook gebeuren natuurlijk. En ik word veel gehackt. Zo. Maar ja. En eindelijk lekker weekend. Kijk ernaar. Ik moet nog, trouwens nog een week werken. En dan heb ik 2-3 weken vrij. Oh. Met Lucky samen. Ik kijk er naar uit om lekker vakantie te hebben. We zijn wat leuks op plan. Maar ik wil er nog niet vertellen wat. Want ik wil nog een verrassing houden voor jullie. Want dat vind ik veel leuker dan dat ik gelijk ga vertellen. Maar ik ga proberen dat er iets superleuks aankomt. Ik ga proberen mijn best te doen. Dat is het enige ook wat ik kan doen. Mijn best doen om een leuke vlog van te maken. En letterlijk 4 minuten nog is het alweer 6 uur. Lekker met fles water erbij hier. En een lekker bakje lasagne hier. En lekker smullen maar. Ik zeg eet smakelijk. Ik hoop dat jullie ook lekker gegeten hebben als jij nu ook aan het eten bent. En is het nu avond, wil ik een fijne avond. Of kijk je net, of kijk je in de ochtend. Goedemorgen. En ja. Dat dus. Maar ja, even lekker lasagne eten. Het is nu 8:30. En ik ga nu even maar klaarmaken om lekker gewoon op tijd te slapen. Ik begin wel een beetje in te kakken. Ik weet niet waarom. Dus wat ik ga doen is even lekker deur dicht doen. Misschien komt het ook door werken. Want ik heb natuurlijk gewerkt de hele week. En dan is op een dag dat ik helemaal verrot ben. Maar ja, nu maar even lekker alles dicht doen. Oh, het wordt donker dadelijk. Excuses ervoor. Ik heb niet even opgerekend. Normaal zet ik dan nog licht aan, maar dat ben ik vergeten aan te zetten. Nu maar even lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Wat ik ook wel tegen jullie zal zeggen, ik ga lekker mijn nest in. En dan lekker relaxen. Of ook wel de laptop denk ik. Computer afsluiten. En dan lekker relaxen in bed. Eigenlijk is er helemaal chaos. Ik zou eigenlijk in mijn bed willen liggen. Maar ik ga even wat uitleggen. Dus zo... KUT, maar ik ben benieuwd hoe het morgen gaat. Maar ik heb een groep voor mijn YouTube mensen waar ik mee YouTube Academy ga.
Maar het is nu een beetje fucked up. We willen hier om 8:30 vertrekken. Maar, er zit een maar aan. 8:30 staat ineens niet tussen de NS-app. Ook niet als ik hier op internet kijk, staat hij niet tussen. Oké, hoe dan? Oké, maakt niet uit. Misschien heb ik ze verkeerd zitten kijken. Wacht. Nu ga ik ook even NS-app kijken. Ja, ook van 23e. Oh, waarom ook helemaal in Breda? Maar ja, ik word ook gebeld, maar dat ga ik zo meteen even opnemen. Nee, mensen, ik ga nu even opnemen even wat plan B verzinnen allemaal. Nou, we hebben met z'n allen als groep zijnde waar ik mee naar YouTube Gathering ga. Alles even op orde, planning gemaakt, hoe en wat. Maar het is nu al duidelijk en 100%. Hoe laten we vertrekken, maar dat ga je morgen horen. In ieder geval, nogmaals, ik ga lekker slapen. Ik wil jullie allemaal even lekker bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk, doe dan sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog trouwens nog niet geabonneerd, zou het tof zijn als je me abonneert. En zeg ik alvast veel kijken voor een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! We waren bijna op, dacht, nu moet het echt wel gebeuren. Zo, ineens de wacht, ik vergeet wat. Maar ik heb even een broodje gemaakt. Ik zat lekker heerlijk te relaxen achter de computer. Niet alleen achter de computer iets gedaan. Tijd kijken, zo 2 minuten, letterlijk 2 minuten.